Hallo, hier is Davinsta Pro en welkom fijne gasten. En we zijn weer met The Walking Dead verder. Survival Instincts. En we zijn met, het lekt. Drie mensen. Zo. Drie meiden zelfs. Hallo meiden. Hoi. Hallo. Stel je voor. Ik begin. Oké, ik begin wel. Ja. Nou, ik ben Simone. Ik ben 13 jaar. En ja. Dat was stil. Wauw, ik vind het geweldig. ik vind het geweldig. Ja, oké. Nou, hoi, ik ben Reina. Ik ben 15 jaar. Hallo Reina. Hoi. Hoi Vincent. En hoi. En hoe is jullie, en natuurlijk Roy, hè? Ja. Hallo Roy. En ik ben 17. Wauw, al die leeftijden. Maakt me een beetje onzeker. Nee. Ik ben al zo oud natuurlijk. Nee. Nee, we spelen. Wat is jullie ervaring met zombies? Want mensen die, die zijn daar best wel nieuwsgierig naar, denk ik. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring met zombies. Maar wel op Black Ops zombies. Dat doe ik wel. Ja, maar deze zijn veel enger. Ja, dat weet ik. Black Ops zombies zijn echt geweldig. Ja, die geven allemaal niet lichtgevende ogen. Dat is allemaal onrealistisch. Ja, maar ik vind het altijd het leukst om ze neer te knijpen, toch? Ja, dat doen we ook. Zeker. Want we moeten namens heren naar het politiebureau en ik weet niet waar het is. Nou, dat begint goed. Oh, police, ik zie al een bordje. Yeah. Woe. Maar dan loop je allemaal zombies. En Het gaat niet echt goed. Jawel. Ze lopen nu langs de vrachtwagen en... Nee, je ziet me niet. Weg. Nee, je zag me niet! Zie je, hij is blind. Ja, zombies reageren op geluid. Ze zien niks meer. Jawel. Jawel, ze zien me nu! Ja, zien ze wel? Ja! Ja, oh, nee, dank je. Wat ding! We rennen gewoon naar het politiestation. Huppakee. En deur dicht en safe. Zo, je stinkt het van de zombies. Zoveel zombies hier. Nou ja, lijken dan, hè. Maar ja, lijken zijn zombies. Lijken zijn toch wel zombies als ze lopen? Ja. Ja, maar dan lijken ze er wel op. Ze openen de deur. Oh nee. Shit. En ik zit nu vast. Shit. Oké, maar zou je deze game... Jullie hebben al episode 1 gekeken, neem ik aan. Ja. Vind je het gaaf? Ja, ik vind hem wel leuk. Ga hem meteen kopen hoor. Ja, ik hoor het van jou, ja. Ah. Zo, eens kijken of ik een goede download kan vinden. Oh, je mag dat niet downloaden, hè? Oh, jawel hoor. Ik mag alles. Ga erin! Waarom loopt je zo snel? Zo, ik heb een pijp en die is echt heel sterk. Waarom kom ik daar niet in? Shit. En ze rennen echt snel. Kijk joh. Nou, vertel meiden. Wat vind je zo gaaf van zombies? Om ze te killen. Om ze te killen? Wauw. Ja. En jij, Reina? Dan moet ik even denken hoor. Ja, dat mag. Nou ja, weet je, in die films heb je altijd zoiets van... Dan sla je ze of zo, weet je, en die voelen dan niet. En dan sta je daar en dan worden ze geramd. En dan ze reageren in de films dan alleen op het geluid. Klopt. Ik kom niet verder hier, joh. Kunnen jullie me niet helpen? Misschien. Ja, ik wou net zeggen. Hoe moeten we jou gaan helpen? Ja, weet ik niet. Zeg maar wat ik moet doen. Jij bent hier de grootste man. Is dat zo? Nou ja, ik heb niet meer zoveel leven. Ik denk dat ik achterom moet bij het politiebureau. Want voorin kunnen we niet. Heb je, maar je zou de game kopen en waarom dan? Omdat het me ook wel leuk lijkt om dat te spelen hoor. Ja? Ja. Wat hoor ik? Dus ik kom achter me aan! Shit! Stop met rennen, je bent dood! Hier naar binnen! Snel doe niet! Yes! Oh nee! Fucker!
ben bijna dood. Auw. Ga dood dan. Oh my god, ik ben bijna dood. Oh no, plan B everyone, scream like a little girl. Echt hè? Nou, wat dacht je van een snijperlijntje? Ja, dat heb ik ook met zijn jumpscare in je gezin. Dat was afgrijs. Ja. Yeah. We pakken gewoon een snijperrijfel. Slim. Ik weet het. Oh, zitten hier zombies in het... in de cellen. Maar het waren dus eigenlijk boeven. Ik heb een revolver nu. Maar ik ben ook bijna dood, dus ik heb eigenlijk een medic nodig of iets. Denken jullie dat dat in een politiestation te vinden is? Ik denk eerder een ziekenhuis. Inderdaad. Oh, wow! Zoveel! Oh, oh my god! Ah! Oh. Oké, deze game draait dus niet van, je ziet één zombie, dat je hem doodt en dat je dan veilig voelt. Nee, dan kunnen ze met een hele groep jouw schoten horen en dan ben je gewoon een lul. Dat is best wel heel gaaf in deze game, merk ik. Ik denk dat het zo in real life ook wel zo gaat. Ja, dat dus denk gaaf. Ik ook. Maar dat zie je weinig. In Dead Island zag je namelijk de zombies nogal verspreid. Je zag niet vaak hele grote groepen. En dat was ook bij een spelletje in 2005, dat heette Land of the Dead. Dat was ook een first-person shooter met ongeveer 8, 9 levels. Ook heel gaaf, spannend. Maar hier zie je toch wel dat het nog verbeterd is, nog meer. En dat is wel heel gaaf. Hebben jullie wel eens een zombie game gespeeld behalve Black Ops? Nope. Niet. Nee. Oké. Okay. Meestal als ik een zombie game zou spelen... Ik ben gewoon super bang. Ja? Ja, het is natuurlijk wel een... Kijk, ik ga die zombies maar sneaken. Die zitten aan lijken te eten. Ja. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Hè? Ja, wij eten koekjes en hun eten... Hè? Ja, nou ja, het zal wel moeten. Dus als ik hier ga schieten, dan ben ik een lul. Dus ik heb ze nou allemaal een mes in het hoofd gestoken. Lekker. Heerlijk. En de helft van mijn leven... We gaan hier naar binnen. Vind je het leuk om een gastrol te spelen? Gastcommentator? Ja. Ja, tof. Roy zegt wel niet zoveel. Nee, Roy, een beetje stil, ja. Oh, ja. Maar ze heeft niks te zeggen. Ze heeft niks te zeggen, oh jee. Beetje verlegen, hè? Zo. Ik hoor echt hele enge geluiden. Ik heb het gevoel dat ik hier echt een lul ben. Oh shit. Ik hoor ook zombies nu. En waarom kan ik niet door die... Ik kan echt niet door die ramen heen. Ik snap dat niet. Oké, laten we kijken of we hier doorheen kunnen. Of er nou zombies hier lopen. Ja, hij staat op te wachten. Hier. Met Le Pijp te maken. De Pipe van de PewDiePie natuurlijk. Pipe. 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 En allemaal dozen hier. Oh, die dozen zijn van staal. Nou, dat is dan een beetje jammer. We zijn in een politiestation en we moeten batterijen gaan halen. Dat moet blijkbaar in een politiestation. Waarom moet je batterijen hebben? Hierachter hoor ik zombies. Ja, doei doei. Nee! Ik weet niet, ja, batterij nodig. Ik heb het een beetje geskipt, helaas. Piepé! Locked. Locked. Alles is gelokt. Oh, er staat een zombie. We gaan er maar weer... nog één. Zullen we maar gewoon knijven? Ja, oké. Black Ops style. Inderdaad. En jullie spelen allebei dus Black Ops? Ja. Yep. En welke level zijn jullie gekomen? Breek die deur niet! Ik ben een keer tot level 23 gekomen. 23? Ja, ik ben zoiets rond de 20. Dan weet ik niet uit mijn hoofd, maar... Maar eigenlijk vind ik Call of Duty geen spelletje. Maar dat weet Simone, hè? Ja, dat heb je me al uitgelegd. Ja, wauw.
Locked. Alles is gelokt. Daar ben ik wel helemaal blij om, want wat ligt hier? Batterijen! Yeah! Ik heb ze gevonden voor Blake. En ik heb zin om hier toch nog even te gaan onderzoeken, want ik denk dat hier nog wel iets van een special item ligt. Dat hoop je in ieder geval, want anders moet je niks. Daarvoor gaat hij zoeken en kijkt hij naar achteren in horde zombies. Leuk. Nou ja, dat is het probleem. Ik moet echt geen kogeltje afvuren. Dan ben ik van... Nee. Zo in zijn ogen stak ik. Heerlijk. Nou, ik kan hier nog wat vinden, nee? Misschien die kamer hiernaast. Je moet wel alles een beetje onderzoeken, hè? Dat is wel een uitdaging van zo'n spel. Hé! Hey! Hier zit een personage. Een sheriff. I locked me up. I'm guarding the cachet. Hij heeft zichzelf opgesloten. Guarding it from who? From the damn Gauls. Who else? You slow? You sure it's coming? You can ride out with me. I trade you passage for some. Oh, hij heeft allemaal kogels daar. Hij heeft honger. Waarschijnlijk moet je hem eten brengen ofzo. Ja, hij geeft hem wat zombievlees. Ja, yeah, search a general store for food. General Jesus. Store. Hoog en hoog nu met een zombie. Les, wat was je willen? Oh. Oh, shit. Nee, ik ben weg. Oh, we zitten buiten, wauw. Je bent de laatste, ik vond het nog niet. Oké. Okay. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd of die zombies of die een trap af kunnen lopen. Even kijken. Ik denk het wel, anders vallen ze maar, denk ik. Shit, ze komen. Oh, ze komen door de hek heen. Shit, 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 shit. Nou moet ik wel naar beneden. Oh shit. Het zijn er echt veel. Dan moet ik rennen. Oh. Wauw. Het is gewoon. Nee! Shit! En ze rennen echt net zo hard als jou, dus. Oh, en er komen echt zweetdruppels op mijn voorhoofd. Je ziet het water echt van mijn beeldscherm afstromen. Hey, pst! Ja. Locked! Kom op! Oh nee. Ga maar naar binnen, over hier, man. Waar zit je dan? Nee. Inside the station? Waar? Nee, daar zitten zombies. Hier geweest, je bent er niet. Welke station? Open die deur dan. Inside the station, waar dan? Wat doe je, zombie? Ben je aan het slapen? Nee, dat doen we niet. Stom beest. Maar dat is wel gaaf, dat je inderdaad het zweet van je voorhoofd ziet. Wauw. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Maar hier is een market of een store of zo. Een general store. Ik denk dat we hier eten moeten gaan halen voor die vent. En het voelt me een beetje aan als een MMO. Als ik waarom eerlijk, moet je eten halen voor die vent? Ik bedoel... Ja, hij heeft allemaal bij spullen voor me. Bij zou je toch echt wel zoiets hebben van... Survival of the fittest. Nou ja, food supplies. Ik krijg spullen van hem. Oh, okay. Dus ik denk dat we maar eventjes weer naar binnen gaan. Vriendelijk moeten zijn tegen die man. Ja, 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 ja. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of ik hem moet vertrouwen, maar dat... ja, dat moeten we maar op gokken dan. We gaan nou weer het politiestation binnen. In een zombie-apocalypse is niemand te vertrouwen. God, dan moeten we helemaal omlopen en daar zitten nee, al die zombies. Shit. Ik denk dat we weer een stuk gaan rennen. Of sluipen. Zullen we een keer sneaken? Ik ben bang dat ze me zien hoor. Ja. Muziek gaat nog niet hard. Dus ik denk dat ik veilig ben nu. Ik kom eens achter me aan. Hij loopt wel op me af. Maar ze rennen niet? Nee, hij rent nog niet. Maar hij loopt wel op me af. Shit. En nu maakt hij geluiden. En daar staan ook nog heel veel zombies. Oeh, wacht eens even. Genius. We sneaken gewoon langs die zombies nu en we klimmen heel langzaam omhoog. Dit is wel gaaf dat ze dit erin hebben gedaan zo, op deze manier. En hier was een zombie als het goed is. Waar is die? Waar ben je? Stinkzombie. Ik ruik hem. Nou, we hebben ze spullen. Hier.
Goed zo. Well, look here. Just what the doctor ordered. Here you go, son. What do you say? We keep this transaction just between us? You sure you ain't coming? Well, hell no. This is my past. Oké, hij is eigenwijs. Hij is zo'n mannetje die lekker in zijn eigen cel blijft. Daar is hij lekker veilig. Heeft ze eten bij zich daar. Nu? Maar ja, voor hoe lang? Oh, dan vraagt hij. Wat gebeurt er als je weer honger hebt? Oh, dan kijkt hij echt heel droog naar je... Return the food to Kessler. No. Oh, hij geeft me ammunitie hier. Nou, dat is mooi. Dat is altijd, lekker. Alleen, we kunnen het helaas nu niet afvuren. Daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor dat dat niet goed gaat komen dan. Oké, we moeten naar Kessler. En ik weet niet waar die gewoon zit. Hoezo zijn er nog zoveel mensen levend? Nou, dat valt nog best mee. Ja, maar waarom moet je naar allemaal naar ze toe? Ja, ik ben het slaafje. Dat is altijd in die games. Oh, dat slaafje. Ja, nou ja. Ik zou toch echt wegvluchten. Waar zou jij naartoe gaan? Het water. Het water? Wat zou je in het water doen? Ja, nou, zombies kunnen hopelijk niet zwemmen. Nou, hebben die film Land of the Dead gezien? Nee, volgens mij niet. Oh, daar zijn ze dus zombies die voor het eerst in een film dat het wordt vertoond dat ze zwemmen. Oh shit. Ik ben weer niet veilig. Ik voel het al. Nou, dan zoek ik een hoge plek. Ja, we gaan op een zo'n vrachtwagen ding. Zo'n Slopen ze die dan niet? Nee. Nee? Nee. Nee. Oh. Hoe willen ze dat slopen? Dat weet ik ook niet. Is het slopen toch alles? Ja, mijn vrachtwagen wordt wel heel moeilijk hoor. Ja. Nou, als ze met heel veel zijn. Ja, misschien dat ze hem omduwen. Ja, wie weet. Ja. Dus heb je in die film van Chernobyl, of hoe dat ook heet. Chernobyl Diaries? Ja. Ja. Ik weet niet, dat zijn ook zo'n soort zombie mensen. Ja, ik weet niet wat het is. Dat vond ik echt een geweldige film. Ja, goed was die. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ja! Nou hadden ze ook dat busje helemaal omgeduwd, dus... Ja, klopt. Ja, omduwen wel, maar ja. Ja, en dat je dat net opzet. Maar vrachtwagen, ja. dat is iets zwaarder, denk ik. Dat ja, wel. Dat is waar. Ik ben daar bij Jimmy Blake. This is what you need. Just right, I run the scan. Ik weet niet wat hij gaat doen. I'm ready to leave town when you are. Oké, sexy. Wat moeten we nu doen? Hij maakt iets hier. Please respond. Doet dat ding het? Ik help wel even. Aan! Nou, voor mij gebeurt er helemaal niks nu. Er staat wel een pijl naar waar ik naartoe moet. Ik gebruik hem eigenlijk te weinig nog. Kun je hier naar beneden? Hou niet springen. Was er een zombie daar rechts? Nee. Oké, ik denk dat we gaan afsluiten. Vond je een beetje leuk? Ook al hebben we eigenlijk niks van de game gezien. Ja, nou, is maar gezellig. Het is wel gezellig, ja. Toch? Nou, ik bedank Roy en Reina en Simone. Ja. En wie weet komen jullie nog wel een keer terug. Gezellig. Ja, toch? Hey, tot ziens. Ja. Doei. 5 sterren geven. Ik weet niet hoe het kan, maar geef ze gewoon groen duimpje. Abonneer en komen we volgende keer weer terug met een nieuwe episode. Later. Yep.